De Suriname Hemp Association, SHA, is in oktober opgericht met het doel het gebruik van hennep te reguleren. Volgens Dave van Aarde, medeoprichter van deze organisatie, is de hennepindustrie lucratief en geschikt voor Suriname. Vooral met het oog op de precaire financiële situatie. De SHA is een non-profit organisatie waar iedereen zich kan laten informeren over de industriële hennep. Volgens Van Aarde is er een verschil tussen hennep en marihuana. Hennep valt namelijk niet onder narcotica en drugs, zegt hij. Het is een grondstof van meer dan 50.000 producten, waaronder olie, papier, kleding, woningen, medicatie, etc. Hemp is wat anders. En we kunnen daarmee een $1 billion business opzetten in Suriname. Als je nagaat dat maar 100, nog geen 200.000 hectare in de wereld wordt beplant met hemp. In Suriname kunnen we dat dus gewoon doen. En ja, alle ondernemers kunnen dat doen. De staat moet gewoon dan gewoon bijvoorbeeld via een minthouse, hoe ze dat doen met goud. Alle exporten gaan via de regering. Daardoor kunnen zij dus ook hun belasting pakken. We kunnen werkgelegenheid creëren. Het leuke is dat deze business zo nieuw is dat je hier ook bijvoorbeeld... We hebben de contacten trouwens, dat moet duidelijk zijn. Om hier zo gewoon research en development te doen. Dus om medicijnen te maken eruit. Om machines te maken voor deze industrie. Om zaden te maken, klonen te maken. Er zijn Surinamers in het buitenland al bezig ermee. Ze zijn meer dan capabel. En ze zijn allemaal ook registered. En het grappige is dat het allemaal mensen zijn die ik al kende. En we hebben die gesprekken dus vaker gevoerd. En nu zijn we dus een platform geworden. Waarbij dus ieder die interesse heeft in deze business eigenlijk bij ons terecht kan. Wij worden hun klankbord en wij gaan ook vechten voor de legalisatie ervan. En vooral ook de education naar het volk toe. Om duidelijk te weten dat het zijn appels en peren. Ja. Industriële hemp is goed. Weet je? En vooral in deze tijd, we hebben grond, we hebben water, we hebben alles. Van Aarde geeft verder aan dat het legaliseren van hennep voor werkgelegenheid zal zorgen. De hennepplant is groen en vernietigt de natuur zeker niet. Volgens hem kunnen hennep en marihuana niet samen geplant worden. Als de ene gelegaliseerd is, bestaat de mogelijkheid dat je ze samen zou kunnen planten? Nee, ja, als je het doet ben je echt een dummy. Dat is echt makkelijk gezegd. Want kijk, anders ja, dus bijvoorbeeld die marihuana plant lijkt op een kleine kerstboom. Mm-hmm. En die hemp is net rijst. Het is dun en heb je boven. Dus je zou eigenlijk alleen maar witte streepjes hebben en dan zou je één zwarte ertussen zetten. Het zou juist super opvallen. En hemp moet je 5 centimeter van elkaar planten. Net een rijstveld, weet je. Je spamaveld helemaal. Mm-hmm. Terwijl marihuana heeft zeker 0.5 meter rondom nodig om te groeien. Of tot 1 meter soms. Als je dat dus gaat doen, dan ga je eigenlijk die plant... Je gaat dus een heel dicht bos hebben en dan zie je dan open gaten erin. Want je moet die ruimte creëren voor die plant. Dus je wordt zo gepakt. En behalve dat kan de hempplant de toppen van de marihuanaplant bestuiven, waardoor de kracht van de marihuana minder goed is. Dus daarom heb je ook sensimilia. Ze willen onbestoven toppen, dat is het sterkst. Dus iemand die die twee samen gaat planten, is echt dom bezig. Van Aarde benadrukt dat de Suriname Hemp Association niet vraagt om geld en grond van de staat. We vragen slechts om de industriële hennep te reguleren, zodat wij als nieuwe generatie kunnen werken aan de opbouw van het land.